Je kijkt hier naar een destilleeropstelling. In deze destilleeropstelling gaan we rode wijn destilleren. Dat betekent dat we een mengsel van twee vloeistoffen gaan scheiden. Hier draaien we het verwarmingselement omhoog. Het verwarmingselement verwarmt de rode wijn elektrisch. De rode wijn bestaat uit water en alcohol, de twee vloeistoffen in deze proef. En daarnaast zit er nog een kleurstof, geurstof en smaakstof in. Maar daar doen we in deze proef niks mee. Je ziet dat bij het verwarmen de vloeistof gaat koken. Maar niet alle vloeistof verdampt. De vloeistof begint te koken bij 78 graden Celsius. En dat is het kookpunt van alcohol. Water kookt pas bij 100 graden Celsius. De alcohol verdampt, gaat omhoog door deze buis. En hier zie je dat de alcohol weer condenseert. Waar die belletjes ontstaan. Dat komt omdat de hete alcoholdamp tegen de koude buis komt en weer een vloeistof wordt. Condenseren noem je dat. De buis aan de buitenkant is koud omdat er koelwater doorheen loopt. Hier zie je het koelwater van beneden naar boven door de buis lopen. De buis is aangesloten op de kraan. Er is geen open verbinding tussen het koelwater en de alcohol. Hier druipt de alcohol naar beneden. Die zojuist gecondenseerd is. En als een vloeistof komt het in het opvangvat. Alcohol, net als water, is een kleurloze vloeistof. Aan de andere kant van het vat blijft alleen nog het water over met de geur, kleur en smaakstoffen die in de rode wijn zaten.